Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Sanne. Sanne kampt met regelmatig terugkerende ontstekingen in haar lijf. Sanne heeft begrepen dat ontstekingen een reactie zijn van je cellen op schade. Schade aan de celmembranen van je cellen. Die celmembranen van je cellen die zijn opgebouwd uit fosfolipiden. Dat zijn membraanvetten. Dus wanneer je met regelmatig terugkerende ontstekingen in je lijf komt, dan raken regelmatig kennelijk die fosfolipiden, membraanvetten die aanwezig zijn in de celmembranen van je cellen, beschadigd. Zeer regelmatig zelfs. Nu heeft Sanne begrepen dat wanneer de celmembranen van je cellen in het bezit zijn van fosfolipiden, membraanvetten, met daarin omega-3 vetzuren aanwezig, ontstekingen geremd kunnen worden. Dus is Sanne al een hele tijd omega-3 vetzuren gaan suppleren. Dus middels een supplement toe gaan voegen aan de rest van haar voeding. Vanuit de gedachte, nou, dan lever ik mijn lichaam regelmatig deze vetzuren. Die, wanneer deze in de celmembranen van je cellen belanden, ontsteking kunnen remmen. Maar ondanks het gebruik van deze omega-3 supplementen zijn de ontstekingen in het lijf van Sanne nog niet afgenomen. Dus dat doet vermoeden dat die omega-3 vetzuren die ze nu toevoegt aan haar voeding middels het slikken van een supplement met deze vetzuren, dat die niet in de celmembranen van haar cellen belanden. Want enkel wanneer die omega-3 vetzuren in de celmembranen van je cellen belanden, dus onderdeel gaan uitmaken van de fosfolipiden, membraanvetten, in de celmembranen van je cellen, enkel dan hebben ze ontstekingsremmende eigenschappen. Dus is de vraag van Sanne. Kan ik met mijn voeding ook invloed uitoefenen op specifiek dat het belanden van de omega-3 vetzuren die ik binnenkrijg uiteindelijk in de celmembranen van mijn cellen. Dus in de fosfolipiden die aanwezig zijn in de celmembranen van haar cellen. Want ze begrijpt dat als die daar niet belanden, kun je ze leuk toevoegen aan je voeding middels het slikken van een supplement. Maar dan hebben ze die ontstekingsremmende effecten alsnog niet. Zullen je ontstekingen niet afnemen natuurlijk. Nou, Sanne. Wanneer jij voeding of supplementen met omega-3 vetzuren daarin aanwezig binnenkrijgt, dan laat jij vetten met daarin omega-3 vetzuren in jouw spijsverteringskanaal belanden. Wil dat zeggen dat je lichaam, alle cellen in je lichaam die regelmatig beschadigde fosfolipiden bezitten, en die dan vervolgens wel die omega-3 vetzuren moeten bezitten om nieuwe fosfolipiden met daarin die omega-3 vetzuren aanwezig te kunnen vormen, betekent dat dan dat wanneer jij vetten met omega-3 vetzuren in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, dat dan ook je lichaam en alle cellen in je lichaam daarover kunnen gaan beschikken om nieuwe fosfolipiden met omega-3 vetzuren daarin aanwezig te kunnen vormen? Nee, want alles wat jij binnenkrijgt middels hetgeen jij eet of een supplement laat jij dus in je spijsverteringskanaal belanden en moet eerst verteerd, enzymatisch gesplitst worden tot kleinere delen, enkelvoudige vrije vetzuren. In dit geval die omega-3 vetzuren. Wanneer dat niet goed verloopt, die vertering, enzymatische splitsing van de vetten die jij via je voeding of een supplement in je spijsverteringskanaal laat belanden tot kleinere delen, die enkelvoudige vrije vetzuren, dan gaan die vrije vetzuren nooit in je darmwand, in je lijf, in je lichaamcellen aanbelanden, gaan je lichaamcellen daar niet over kunnen beschikken. Zij
in je lichaamcellen niet in staat om fosfolipiden, membraanvetten met daarin omega-3 vetzuren aanwezig te vormen. Die membraanvetten die ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Dat hangt dus allemaal af van die vertering enzymatische splitsing. Zo gaat het ook in jouw lichaam. Alle cellen in jouw lijf bezitten een celmembraan met fosfolipiden. Met daarin ook omega-3 vetzuren aanwezig. Maar die raken regelmatig beschadigd. En die cellen van jou met beschadigde membraanvetten, fosfolipiden, die moeten dan die beschadigde varianten van fosfolipiden, membraanvetten, in zich opnemen en afbreken, eigenlijk net als in jouw spijsverteringskanaal, tot kleinere delen. Waaronder vrije vetzuren. Gedurende de uitvoering van anabole opbouwende en herstellende processen worden in je cellen uit kleinere delen nieuwe molecuulverbindingen, waaronder nieuwe fosfolipiden. Dat zijn vetzuurverbindingen. Fosfolipiden zijn namelijk glycolipiden. Verbindingen van vetzuren met een amfifiel karakter. Dat wil zeggen een polair deel en een apolair deel. Een hydrofiel en een hydrofoob deel. Dat wil zeggen wateroplosbaar en vetoplosbaar deel. En die moeten aan elkaar verbonden worden. Dat gebeurt binnenin je cellen gedurende de uitvoering van anabole stofwisselingprocessen. Anabole stofwisselingprocessen kunnen je cellen enkel uitvoeren wanneer je cellen in het bezit zijn van vocht en bouwstoffen. Alle bouwstoffen die ze nodig hebben om fosfolipiden, dat zijn glycolipiden, verbindingen van vetoplosbare onderdelen en wateroplosbare onderdelen, wanneer je cellen al deze bouwstoffen die daarvoor nodig zijn om die fosfolipiden te kunnen vormen, bezitten, inclusief die omega-3 vetzuren, wanneer je wil dat membraanvetten met die omega-3 vetzuren opgebouwd, opnieuw gevormd worden binnenin je cellen. Allee. Je cellen zijn enkel in staat om die anabole opbouwende en herstellende processen uit te voeren wanneer je cellen dus in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen die daarvoor nodig zijn. En dat zijn je cellen enkel wanneer jouw voeding alle essentiële voedingsstoffen levert, samen met vocht. Dus op het moment dat jij omega-3 vetzuren binnenkrijgt middels het slikken van een supplement. En jij dus die vetzuren, dat zijn toevallig essentiële vetzuren, in jouw spijsverteringskanaal laat belanden. Maar de rest van jouw voeding, dus jouw totale voeding, draagt niet goed bij aan het oplossen van tekorten in vocht en alle essentiële voedingsstoffen, alle vitamines zijn essentieel. Een heel aantal mineralen is essentieel. Een heel aantal spoorelementen is essentieel. 9 aminozuren zijn essentieel. En ja, 2 vetzuren, waaronder die omega-3 vetzuren, zijn essentieel. Dus als jij omega-3 vetzuren in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, maar je totale voeding veroorzaakt tekorten in vocht en een heel wat aantal andere essentiële bouwstoffen, dan zijn al jouw cellen niet in staat om anabole processen uit te voeren. Zijn al jouw cellen niet in staat om uit kleinere delen nieuwe molecuulverbindingen te vormen. Waaronder vetzuurverbindingen, waaronder fosfolipiden, glycolipiden, membraanvetten, vetten met een amfifiel karakter, met een polair deel en een apolair deel, een wateroplosbaar deel en een vetoplosbaar deel, en dat aan elkaar verbonden. Daar zijn je cellen dan niet toe in staat, dus dan heb jij omega-3 vetzuren met ontstekingsremmende eigenschappen in jouw spijsverteringskanaal gedumpt, maar zijn je cellen alsnog niet in staat om naschade aan de fosfolipiden met omega-3 vetzuren in hun celmembranen te
deze te vervangen door nieuwe fosfolipiden, membraanvetten, glycolipiden, vetzuurverbindingen met nieuwe omega-3 vetzuren erin aanwezig, want jouw cellen bezitten te weinig vocht en bouwstoffen die ze daarvoor nodig hebben, omdat jij, behalve die omega-3 vetzuren, die niet hebt aangeleverd. Dat als antwoord op je vraag.